Zal ik maar beginnen dan? Ben, je staat gewoon in het jaar van je 60-jarig jubileum op de Zwarte Cross. Hoe is dat? Nou, dat is geweldig en dat is een kleine mijlpaal eigenlijk. Want als je artiest nooit een keer op de Zwarte Cross hebt gestaan, heb je wat gemist. En dat ik dat in de najaren of in de lente of in de herfst zeg maar, van mijn carrière nog mag meemaken, dat vind ik wel leuk. Ja, je volgt het altijd al wel op de voet, de Zwarte Cross? Nou, je weet natuurlijk altijd wel wat er gebeurt, maar je krijgt het pas echt door als je het zelf ziet. Hè. Zoals je daar straks ook die dingen daar over die heuvel zag gaan, nou, prachtig. Ze hadden je al eerder moeten bellen. Echte countrymuziek weet ik niet, of het is meestal hardrock en zo. Hè. En countrymuziek is meestal luistermuziek. En daarom vind ik het wel leuk om in een klein tentje te zitten waar het niet te veel lawaai is, om te laten horen hoe wat countrymuziek is. En dan krijg je gewoon een award voor al je prestaties. Ja, hun hebben het bedacht. Ik heb er niet om gevraagd. Dus hun zullen wel een reden hebben om dat te doen. Als ik nu zelf moet gaan uitleggen van, oh, ze vinden mij zo mooi zingen of zo. Dat vind ik natuurlijk niks, maar het zal wel zo zijn. Maar hoe voelt het nou eigenlijk om als oudste artiest hier te staan? Geweldig, hè? Ik had nooit gedacht dat ik hier ooit zou staan. Maar nu ik er dan toch ben, dan wil ik er ook wel een beetje van genieten. Wat